hebben net geluid gemaakt. Ja, voor de kinderen die niet naar de school kunnen. Ja, dan blijven ze alleen thuis. En dat is eigenlijk wel heel zielig, dus maken we geluid. Heel veel kabaal. Nou, alle kinderen van onze school hebben een minuut lang heel veel kabaal gemaakt om aandacht te vragen voor kinderen die helaas niet naar school kunnen gaan. Door bijvoorbeeld een beperking. En wij vinden het heel belangrijk dat alle kinderen naar school kunnen gaan. Voor de kinderen die alleen maar thuis zijn en die geen school hebben. Nou, die niet naar school kunnen. Dat is toch prima, want je wilt er eigenlijk niet naar school? Nou, je wil natuurlijk wel dingen leren en zo. En dan kan je ook bij mensen zijn om. Je kan er ook vrienden bij maken en zo. Het voelde prettig dat we daar met z'n allen achter staan en dat we daar iets mee doen. Tegelijkertijd vind ik het ook verdrietig dat zoveel kinderen die kans niet krijgen. Een beetje verdrietig voor die kinderen en een beetje blij dat wij hun soort van kunnen helpen door dat geluid of zo. En hoe helpen jullie dan met het lawaai? Om aandacht te vragen. En wie zou er naar die aandacht moeten kijken dan? Wie bepalen een beetje wat er gebeurt in landen? De minister. Oké, en wat zou je tegen de minister willen zeggen dan? Dat de kinderen gewoon naar school kunnen, hoe ze ook zijn.